Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname en IMF bereiken Staff Level Agreement. SAMAP en LVV overhandigen landbouwmateriaal aan begunstigden. President Chandrika Prasad Santokhi, eregast bij opening Abrawasi Nagar. En Oom Suriname organiseert gezondheidsbeurs ter herdenking 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Het IMF-stafteam en de Surinaamse autoriteiten hebben een staff-level agreement bereikt aangaande de tweede review van het economisch herstelprogramma, ondersteund door de Extended Fund Facility. De review moet nog goedgekeurd worden door de IMF Executive Board. De prioriteit van de regering op de korte termijn is het implementeren van een prudent fiscaal beleid dat consistent is met het stabiliseren van inflatie in de economie, terwijl kwetsbare huishoudens worden beschermd en groeibevorderende investeringen worden ondersteund. Wij voeren u terug naar de persconferentie gehouden op donderdag 18 mei jongstleden. Vandaag is uitgekomen de Staff Level Agreement. Dat is geen stuk dat ondertekend wordt. Het is vooral de press release die u ziet, het persbericht van het IMF dat uitgegaan is, waarin aangegeven wordt dat tussen Suriname en het IMF-team. Het IMF-team zegt we zijn één team. Daar ben ik blij om dat ze dat ook zo zeggen. Dat doen ze niet altijd, dat team overeenstemming heeft met elkaar over de komende periode, over het werk dat moet plaatsvinden en tot verder herstel van de macro-economie. Zoals u weet, even terug in de tijd, er zijn twee IMF-overeenkomsten geweest, één in 2015 getekend, die is voortijdig opgezegd in 2017. En dat is verkeerd gelopen. We hebben in december 2021, de tweede IMF-overeenkomst getekend. Een Extended Fund Facility voor 3 jaar en 36 maanden. De bedoeling daarvan was dat elk kwartaal daarna dat er een bespreking zou komen, een review. Hoe loopt het? Hoe staat het? Gaat het? Is er vooruitgang? Is er voldoende vooruitgang? We hebben de eerste review gehad in maart 2022 en vervolgens zijn reviews zijn achtergebleven. De tweede, de derde, de vierde review, die zijn niet geweest en dat betekent dat er dus ook stagnatie in het programma is geweest. Dat betekent ook dat de middelen, de gelden die bij de goedkeuring van elke review zouden vrijkomen, dat die middelen niet vrijgekomen zijn. We hebben nu dus, in feite zouden we de vijfde review moeten hebben nu. Dit is de tweede review geworden. Dat betekent dat we 3 keren 55 miljoen gemist hebben. Ik praat een beetje over geld, maar het belangrijkste hier is niet geld. We hebben heel veel werk verzet. En dat zijn vooral de teams van de governor van de centrale bank en de teams van het ministerie van Financiën. Maar daarnaast zijn er ook heel veel teams van de ministeries geweest. In het bijzonder de ministeries van natuurlijke hulpbronnen, van sociale zaken, van binnenlandse zaken, van TCT. Vergeet ik er één? Nee, ik vergeet niemand, hoop ik. Er is veel overleg geweest met het parlement, met DNA. Er is veel overleg geweest met het kabinet van de president en ook met de president zelf. Er is veel input geweest en debat vanuit DNA. Er is veel input geweest vanuit de gemeenschap, de vakbeweging en het bedrijfsleven. En dat heeft ons gesterkt om dat overleg met het IMF te hebben kunnen voeren de afgelopen week. In grote nationale eenheid. En
ook met heel veel zelfverzekerdheid. Het heeft ertoe geleid dat dus nu de staff level agreement gepubliceerd is vanmorgen. Wij zijn daar blij om. Het is een belangrijke stap. Het is niet het eindpunt, maar het is wel een belangrijke stap dat technische zaken in orde zijn, zodat het politieke besluit door het IMF genomen kan worden dat het programma verder gaat en dat de financiering ook in het programma verder gaat. Doorgaans is het zo dat als die staff level agreement er is, dat de goedkeuring op board level, dus op het politieke niveau van het bestuur van het IMF, de raad, dat heel erg zelden voorkomt dat daarvan wordt afgeweken. Dus er is een positief advies dat er gaat. En wij hebben ook begrepen dat Suriname, dat onze case geagendeerd staat voor 14 juni. Op het moment dat dat goedgekeurd wordt, krijg je een ondertekening van het document door de president van de Republiek, door de Governor Centrale Bank en de minister van Financiën. En een paar dagen daarna komt de storting van financiële middelen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en FAO SAMAP hebben op vrijdag 19 mei op ceremoniële wijze landbouwmateriaal overhandigd aan begunstigden van de tweede oproep van de Matching Grant Facility. Met het Matching Grant Facility Competitive Fonds krijgen Surinaamse kleinschalige boeren en agrofoodverwerkers markttoegang door middel van matching subsidies in de vorm van productie en of verwerkingsapparatuur en diensten om de kwantiteit en kwaliteitsproductie in SAMAP's prioritaire waardeketens te verbeteren. Well, it's a very interesting day in the sense that we launched the call for the second matching grant in the last quarter of 2022. And compared to the first call that we made in 2021, this has been a tremendous turnaround in terms of cutting the time frame based on the experiences and the lessons learned from the first grant. And I think the beneficiaries are very happy that they did not have to wait that long before they received their machinery, equipment, materials, and supplies. So from FAO, from SAMAP, we are exceedingly happy that today we have been able to distribute over 200 different items to farmers who have benefited. Today we have 65 persons benefiting, 58 of them being small grants and others being large grants. Mr. Robinson, what does this mean for the agribusiness in Suriname? What our objective through the SAMAP is to enhance market access for the products of Suriname. We can only enhance market access by increasing the supply and the quality of the supply. So what we are trying to do here is to transform the production system by increasing efficiency through the use of these machines. You heard from one of the beneficiaries of the tractor indicating how long it took them to prepare 1 acre, as opposed to the use of the tractor now, which will, the same area will be done in less than 1 day. And this in itself improves efficiency. It enhances the preparation of the soil so that the quality of the land preparation is enhanced.
and the quality of the output from the land is also enhanced. We also see this as not only increasing the supply, but increasing the income earning capacity of the farmers and the those that are involved. Increasing the incomes that will come to the farmers and the communities, and to enhance the livelihood of all the farmers and those involved. So while we cannot provide support to every farmer in Suriname, I think the contribution from that will be made by these beneficiaries will go a long way in transforming the food system and helping to increase the market access for the commodities produced in Suriname. Since 2018, you're the FAO representative, and now you're taking leave. How was this journey? Challenging, but rewarding. We have had tremendous success. When I came to Suriname, the FAO had a portfolio of just about 15 million, because we had the EU project already approved and ready to roll out. And we have been able to increase that portfolio to now just under 25 million, bringing other resources to the country in the areas of the Green Climate Fund, building resilience to climate change. We have been able to address issues related to post-harvest management and enhancing the capacity of the country to reduce post-harvest waste and loss. We still have work ongoing in this regard. We have also been able to build the capacity of institutions in food safety. And even at the regional level, where we have been able to set up the mechanism that will allow the countries of the region to have a common approach as to how they address the issues of food safety, using the CAFSA as the main organ to drive this initiative. We have also been able to build capacity among the farmers through the establishment of 4 value chain platforms, and those are growing. But what is most interesting for me is to see the benefits and the results from some of the beneficiaries who received the grants, like those who are making teas. Those teas are already on the market. Those teas are not only on the market in Suriname, but demonstrated across the region. We have been able to assist with market access in Barbados and Trinidad and Tobago. We are now seeing some of those products that SAMAP supported in these markets. And for us, it's heartening. For me, that's what we work for, to be able to make the lives of the people we work for better. And I am seeing that starting to happen. So my heart is warm with this, and I know it will continue. Op 5 juni aanstaande is het 150 jaar geleden dat de eerste contractarbeiders uit India voet op Surinaamse bodem zetten. In dit kader heeft op donderdag 18 mei de opening van de Aprawasi Nagar plaatsgevonden. Deze tijdelijke inrichting, die de geschiedenis en cultuur van de Hindustanen in Suriname tentoonstelt, is tot stand gekomen door een samenwerking van de Sanatan Dharam Mahasabha en de Nationale Commissie Jubileumjaren. President Chandrika Prasad Santokhi is eregast geweest bij de opening. Kijkt u mee. Die tijd waarin onze ouders, voorouders naar Suriname zijn gebracht en met noeste arbeid, met inzet, Suriname hebben mogen brengen tot grotere hoogtes. En daarom is het niet alleen een aangelegenheid van de Hindustanen, de viering van 150 jaar Hindustanse immigratie. Het is een aangelegenheid van de gehele natie. Want elk een, als het nou een Hindustan is, een Javaan, een Kriool, een Chinees, maakt niet uit. Elk burger draagt bij aan de ontwikkeling van Suriname. As nations, both India and Suriname mirror a society which is very diverse, multi-ethnic, multilinguistic, multi-religious, and find unity in diversity. Suriname
is well known all over the world as a peaceful country, thanks to our people, who are also well known for their accommodation and tolerance of diversity and peaceful coexistence. I salute them on this historic occasion. 150 jaar Hindustanse immigratie markeert veel meer. Want die voorouders zijn niet met lege handen gekomen. Met een dosis kennis, met een guthrie, zoals we dat noemen. Met kennis, met wijsheid, met onze shastras, met onze cultuur, met onze tradities, met onze beschaving. Hamaratiske hinduke sabhyata leke aayehe. Dat moeten wij koesteren. En het is een van de weinige landen op het westelijk halfrond waar taal, cultuur en alles wat onze voorouders 150 jaar geleden hebben meegenomen, dat op dezelfde wijze bewaard is geworden en terecht wordt hier gesteld. Dit moet onze visitekaart zijn. Want in de sfeer van eenheid is kracht, dat is mooi, maar ook in die verscheidenheid ligt onze schoonheid die wij aan de wereld moeten tentoonstellen. Dit is Suriname, multi-etnisch, multicultuur, multilingual. Zo'n land heb je niet in de wereld. Terecht dat wij ook genoemd worden Little United Nation. Dit is Suriname, waarvan u en ik, nazaten van Hindustanse migranten, een geïntegreerd onderdeel van vormen. Vandaag de dag, na zoveel pijn, zweepslagen, beledigingen, vernederingen en andere vormen van mishandelingen, mogen wij trots zijn dat wij in dit land samen mogen wonen, leven en werken. Hoewel wij nog steeds de wrede pijn en het onbeschrijfelijke leed met ons meedragen, mogen wij aan de andere kant toch wel trots zijn op onszelf. Ik zeg trots omdat de gezamenlijke pijn die wij in het verleden hebben doorstaan, ons vandaag de dag naar elkaar heeft doen toegroeien. Maar één ding was duidelijk. De hoop van al onze voorouders hield men vast voor een betere toekomst. Niet voor zichzelf, hè? Een betere toekomst voor hun kinderen en kindskinderen. En dat is wat we ook doen als leiding van het land met onze regering. Wij voeren beleid met soms ja maatregelen die één niet goed overkomen, die impopulair overkomen, misschien ook wij als regering die niet goed communiceert met de samenleving. Maar uiteindelijk doen wij dat voor een beter Suriname, voor een betere toekomst. We doen dat ook voor die volgende generatie, zoals onze voorouders dat gedaan hebben. Onze voorouders hebben niet geleefd voor zichzelf. Ze hebben hard gewerkt voor een betere toekomst voor hun kinderen, hun nazaten, wat wij nu zijn. Eveneens in verband met 150 jaar Hindustanse immigratie organiseert Stichting Organisatie Hindu Media van 1 tot 5 juni een gezondheidsbeurs in de Anthony Nesty Sporthal. Het ministerie van Volksgezondheid, die het initiatief ondersteunt, heeft op vrijdag 19 mei middels een persbriefing informatie verstrekt over deze beurs. OHM bestaat 18 jaar en we hebben meer dan 26 containers in samenwerking met de vriendengroep Himmet uit Nederland, is een veteranenvoetbalvereniging, hebben we ondersteund hun project van 26 containers. Daarvan waren er 4 of 5 containers met ziekenhuisbedden alleen. We hebben een heleboel ziekenhuizen in Suriname in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid
hebben van bedden voorzien. Atjoni alleen heeft 70 bedden gehad. Nikeri, noem maar op. Marwijnen, overal hebben ziekenhuizen bedden gehad. Maar we hebben ook duizenden rolstoelen, rollatoren, loopkrukken, loopsteuners. Duizenden hebben wij in Suriname gedistribueerd. We zijn bezorgd dat er wekelijks tenen en benen of voeten worden geamputeerd. Suikerziekte, diabetes en al dat soort dingen. Dus wij dachten, laten we die 150 jaar aangrijpen. Vooral de Hindustanen die ontzettend veel suikerziekte hebben en hoge bloeddruk. Laten ze bewust kiezen en gezonder leven. Laten ze hun lifestyle veranderen. Eerlijk, er moet aardig wat gedaan worden aan de lifestyle van de Surinamers. Als we kijken op de scholen, de kinderen met fastfood, de kantines. Is suikerwater wat ze drinken. Dus ze zwellen op. Obesitas en al dat soort dingen. Dus wij roepen de samenleving op, maar we roepen de bedrijven op. Kom, doe mee aan de gezondheidsbeurs. Kom voorlichting geven. Voedverpleegkundigen, diabetici, levensmiddelen, good food, good lifestyle, yoga, oefeningen, sport. Kom, doe allemaal mee. Alle actoren die met gezondheid bezig zijn. Medici, noem maar op. Dus we roepen ze allemaal op om mee te doen. We hebben maandag weer een teach-in om 11 uur in het NIS. Het wordt donderdag 1 juni geopend om 5 uur. Tot en met maandag 5 juni. Dus we hebben donderdag 1 juni, vrijdag 2 juni, zaterdag 3 juni, zondag 4 juni en maandag 5 juni. En we hopen dat de president van India ook de beurs bezoekt. We hebben het verzoek gedaan en we kijken wat er gaat gebeuren. Het ministerie heeft een aantal overheidsinstituten die gaan meedoen. En er zijn een aantal particuliere instituten. Maar naast de gezondheidsbeurs is er ook een bedrijvenbeurs. Dat is buiten het NIS en daar kunnen ook bedrijven verkopen. Je kan van alles doen. Eten, drinken. Het is een bazaar, het is een immigratiebeurs. Alle bedrijven mogen meedoen. Bloemen, planten. Je mag van alles doen. Voorlichting geven. Alle bedrijven. Iedereen mag meedoen. De openingstijden zijn donderdag 1 juni. Van 5 uur 's middags tot 10 uur 's avonds voor de gezondheidsbeurs. Voor de anderen is het een uurtje extra. Zaterdag ook. Dus donderdag, vrijdag, zaterdag. Van 5 tot 11. Zondag van 12 tot 11 uur. En maandag van 10 uur tot 3 uur. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.